KDC-10 hangen. En er steekt een stuk staart uit onder de KDC-10, wat een vroom wordt genoemd. Die kan even vroeken, dus aan een F-16 vastgemaakt worden. En daarmee met ongeveer 6000 punt per minuut brandstof in de F-16. In de buurt om die mannen allemaal op te pikken. Normaliter, recht vooruit boven de bomen zien we ze al aankomen. Normaliter gebeurt dit natuurlijk op een iets verdere afstand dan het inzetgebied. Het inzetgebied, om even u te laten zien, is aan de rechterkant, aan de overkant van de baan. Daar ziet u een aantal panzervoertuigen staan. Dat zijn IPR's. Die IPR's die stellen vandaag de commandopost voor van een vijandelijk iemand. Dat wil zeggen een terrorist in Afghanistan of iemand die we zoeken die strafrechtelijk vervolgd moet worden. De Chinooks die gaan landen om de luchtmobiele brigade op te pikken, om ze vervolgens straks natuurlijk op een mooi moment af te zetten. Ja, het hele scenario dat is dus opgezet om zeg maar onze combinatie van alle activiteiten die de luchtmacht kan doen bij zo'n inzet in bijvoorbeeld Afghanistan te doen, om dat u hier te laten zien. Maar voor die tijd gaan we eerst even kijken, want het is een kleine break. En andere mensen moeten gewoon aan het werk. Dus UAV betekent Unmanned Aerial Vehicle. Ja, ja, en die zullen ervoor zorgen dat we op het moment van de missie zelf dan oogjes op het target hebben, zoals we dat mooi noemen. Dus op het doel, hè. Dat zijn dus die drie gepantserde voertuigen die daar staan, rechts aan de overkant van de baan. En op het moment dat de UAV's dan een go hebben gegeven, dat die man daar inderdaad nog steeds zit en dat die man dus nog steeds slechte dingen aan het doen is, dan zal het scenario gaan beginnen. Alles wordt in gereedheid gebracht en die meneer daar verderop in dat groene voertuig, die denkt dat het een gezellige dag is, beetje weer, steekt nog een sigaretje op, doet nog een telefoontje met een andere boef en denkt, het is een mooie dag vandaag hier in Volkel. Weet hij veel wat er boven zijn hoofd hangt? Hij heeft niet door dat we hem in de gaten hebben. Daar bij die IPS rechts, daar zit hij tussen, de boef. En die kerel gaan wij proberen te arresteren. Ja, dan moeten we toch die straf doen. Dat is lekker rustig, dat wel. Gaat het gebeuren, of niet al? Nou, dat voelen ze waarschijnlijk wel aan, ja. En in het echt, dames en heren, gaat dit ook zo. Die man die doet gewoon zijn ding. En op een moment dat hij echt niet verwacht, dan ineens staat zo ongeveer de hele luchtmacht voor zijn neus. Nou, en ik kan u zeggen, dan gaan er heel veel telefoontjes tegelijk gepleegd worden. De Apaches die komen binnen. De F-16's hebben het grote deel gekleurd. De Apaches zullen binnenkomen voor een streef en een Hellfire. Dat was de Hellfire, hè? En zij zullen zorgen dat het dichter bij zo'n vijandelijk persoon dan gekleurd gaat worden. Een Hellfire is een raket, hè? Een Hellfire is een raket, ja. Daar zijn de Apaches. Die wil je niet tegenkomen als je niet helemaal zuiver op de graag bent. En de arrestatie van de high value asset, de persoon in de IPS, in de tankvoertuigen. Daniel en Lars van 7 en 11 jaar staan bij de dolfijn. Tim Reijnen, 5 jaar, staat bij de dolfijn. Let u alstublieft op uw kinderen. Gaat in het echt in Afghanistan ook zo, we gaan naar transport heen, daar nooit alleen in. Bovenaan stuur 16 nog steeds. Ik mag toch hopen dat er dan nu volgens mij Apaches aan gaan komen die man toch wel gaan stoppen.
Ja, maar ja, je zit lekker in je auto, je denkt gas geven. Er komen lopende mannetjes aan, de helikopter die erbij hoort, die is weg. Dus lopen jullie maar zo hard als... probeer maar zo hard te lopen als mijn auto rijdt. Dus het wordt al weer... Afghanistan die 245 kilometer per uur kan gebruiken. Show Force. Show Force, contact aan de vehicle. We horen Mission Lead, Niels van den Berg, alias Zwijn. Hij komt niet binnen om die man mee, dus toch echt te zeggen dat hij mee moet komen en dat hij weer verborgen gaat worden. Eventjes zich gedragen zoals wij dat wensen. Ja, exact. En op de schermen zag ik net ook, hè. Een man wordt gevangen genomen. Maar ja, nou ligt hij daar en die Special Forces staan daar. Die doen het ook naar huis dadelijk, denk ik. Tweede gedeelte van de Airpower Demo. Ja, die Hercules die hebben we natuurlijk al eerder gezien als een Deense Hercules die hier een demonstratie vanochtend heeft gegeven. Maar natuurlijk, de Nederlanders, ach, de Nederlanders zijn veel mooier. We hebben er vier, waaronder ze wel, die eigenlijk allemaal helemaal super, super nieuw zijn. Helemaal, laten we zeggen, gebracht in de nieuwstaat. State of the art spullen. Intertheater luchttransport. De Hercules die komt natuurlijk niet voor niks binnen, want in die Hercules zitten nog twee terreinvoertuigen met een zeer zware bewapening. En die worden speciaal gemaakt en speciaal uitgevoerd zodat ze de wapens kunnen dragen, zoals een .50 of een soort van boordkanon wat ze dan hebben. Die Apaches die daar hangen, die hangen daar static. Dat doen ze ook in het echt zo. Dat is soms om gewoon op een goede manier alles van dichtbij te kunnen bekijken. Zij kunnen u dus ook heel goed zien met hun schermen in de cockpit. Dus je kunt naar ze zwaaien, waarschijnlijk ziet u dichtbij. Dat is een streek van de F-16. Nevenschade willen wij tot een minimum beperken en daardoor proberen wij in te tippen en het boordkanon te gebruiken om heel precies doelen uit te nemen en daarbij geen andere gebouwen of mensen, zoals burgers, te raken. Van rechts, de Lockheed C-130H van de Koninklijke Luchtmacht, de Hercules, in de
in het midden is de kruppelbaan die geïmproviseerd is en waar dan snel even op geland wordt met dit redelijk zware vliegtuig vol met troepen en materieel. Met daarop het trotse opschrift van de 60 jaar oude Koninklijke Luchtmacht. Want dat staat hier prachtig op die romp geschreven. En de Hercules staat aan dek. Vol in de ankers. Dat zijn de echte vliegertermen. De ankers zijn de remmen. Het dek is de landingsbaan. Voor het geval dat u dat niet begrijpt. Als we goed naast de cockpit kunnen kijken, dan zou er ook een naam op de cockpit moeten staan. De deur gaat open. Ja, ook dit zijn weer die twee kleppen, één omhoog en één omlaag. Dan gaan er van die lopen of van die rij rolbanen uit, waardoor de MB's, de MB's vooruit kunnen rijden en hun taak, hun missie kunnen gaan uitvoeren. Ondertussen komen de Chinooks en de Apaches naar het rolveilige doel toe, naar de geïnvesteerde toe. Ja, de ene Chinook zal de mannen allemaal meenemen. En de wagen van een vluchtauto van de mannen moet ook nemen. En de andere Chinook naar de slingeraden zal ze dat nu nog meenemen. Dat is een soort touw waarin ze die batterij maken, kunnen aanhaken. Ondertussen komen de teams, de MB's, komen uit de Hercules. Ja, dat is even rustig. Ja, en die gaan er als een man vandoor is om een stukje weg om de vels weg te komen en ruimte te maken voor de 37 om zich in te nemen. Nou, anders lang zoals het nu hangt, de eentje nog eens even raden. Zeker voor het ingezet. Het zorgt ervoor dat het vooruit toeloos. De laatste persje die erachter komt, die zorgt voor de laatste beveiliging en weg zijn ze. En het gaat dus zo snel in het echt in Afghanistan, kan het soms nog wel sneller. Kijk naar die kolonnen onder de neus van de Apache. Die zie je bewegen. Dat is de beweging van het hoofd van de vlieger. De 730 is achteruit. Dames en heren, de 730 kan natuurlijk landen op een hele korte baan. Maar dan moet hij daarna ook weer take-off kunnen gaan. En daardoor laat hij dit kistje. En zorg dat de oordopjes ook steeds inzitten. Want kijk je naar rechts en naar links, twee viertjes. Dat zijn 4 keer F16. 4 keer 4 is 16, vandaar. Vol vermogen en kijk hoe weinig baan dat de Hercules nodig heeft om take-off te gaan. Ogen van de vlieger continu op de snelheidsmeter, weten precies welke snelheid ze zullen hebben voordat ze aan de stick kunnen trekken. 300 meter. En ik zeg nu, gooi die neus maar omhoog. Klein beetje trekken 600 aan de meter. En hij vliegt. En daar zijn ze. Veilig in het luchtruim, ondersteund door Apaches en door de 16. Raketten. Want de meeste raketten die worden geleid door infrarode koppen die infrarood hitte zoeken, afwijkingen in normale temperatuurpatronen en die zoeken ze dan op. En die flares die zijn verschrikkelijk heet en dan denkt die raket, ah daar is hij. Maar daar is hij al lang niet meer op dat moment. Nou, ik moet zeggen die jeep die heeft het gezellig daar, hè, daaronder. En die underslink. Ja, die houdt dat prima. Wat je ziet is dat aan de rechterkant, aan de overkant van het veld, daar komen alle helikopters weer aan. Zij zullen zich op gaan zetten hier recht voor hun neus. En ik vind het zelf ook nog steeds zeer indrukwekkend als het hier allemaal hangt. Omdat
goed. Het scenario was wat we u wilden laten zien. En zoals de minister het straks al zei, we staan voor veiligheid. En dat is nog niet altijd zo zeker. We zijn met trots vandaag hier allemaal samen om dit aan u te laten zien waar wij toe in staat zijn met z'n allen. De hele snelle posities innemen voor uw neus. Zwaai naar ze, want ze kunnen u heel erg goed zien. Het is dan even wachten tot er een mooie flyby komt. Van de oude kisten bij elkaar. Dan komen ze, want ze zijn daar verderop aan het formeren om met z'n allen in één grote formatie voorbij te komen. Hier ziet u de kracht en de macht gericht op vrede en veiligheid. Want dat is het doel en de taak van de Koninklijke Luchtmacht. Daarbij moeten ze zo nu en dan geweld gebruiken. Dat is geen andere keuze. Een andere keuze is niet mogelijk. En daar zijn ze dan ook voor. Maar hun taak en hun wil is vrede en veiligheid. Klein in aantal, hè Leo? Ja, groot kracht. In daden. Precies. En de Apaches komen nog een paar keer langs vliegen. En wat leuk is om te vertellen is dat de F-16's nu inderdaad aan het formeren zijn. Als u heel goed oplet, links in de verte zult u straks de formatie zien van de mass flyby. En dan komt de Apache nog een keertje langs. Lekker laag, lekker snel. Want dat is wel leuk als je dat groen zo snel onder je door ziet gaan. Niet zo? Ja, ik vind het ook wel heel mooi. En in 300 km per uur of een meter of 10 voorbij komt zij in Afghanistan, dan krijg je absoluut kippenvel. Maar ook stil kunt gaan staan in de lucht. En dan moeten de 16 jongens maar proberen. Kunnen ze schudden? Ja. En kijk hoe het hier allemaal hangt. Dat is gewoon heel bijzonder dat je dat met een heli kan. En dat is nog steeds ook de kracht van de heli. Dat je dus overal kan komen ermee. Ja, elke helikopter heeft een eigen toerental, zoals we dat noemen. En dat toerental dat zorgt ervoor dat hij kan blijven hangen. Zoals we dat nu voor u neus ook doet. Waar zit dat ongeveer? Jij vliegt op het gebouw. Waar zit dat? Ja, het is bij elke heli anders. Ik kan niet voor iedereen zeggen, maar bij ons zit het rond de 2,65, 2,75 liter aan wat je aan doen bent. Dames en heren, als u links kijkt, achter de laatste Apache, een stuk in de verte, in het verlengde van de baan, dan ziet u al een rokend vliegtuig aankomen. Dat is natuurlijk die Hercules waar we het al eerder over gehad hebben. En daar links van, in het verlengde van de baan, met de lamp aan, de KDCQ. Dames en heren. Iedereen die vandaag meegewerkt in de lucht om dit mogelijk te maken. Maar zeker ook met de rest van alle hartelijk bedankt voor het komen. Wij vonden het fantastisch. Wij hopen dat u het mooi hebt gevonden. Vanuit de Star, de N-90, de Cougars, de Chinooks, de Apaches, de Hercules, de KDC-10, de F-16's. F-16's, close formatie zoals wij dat noemen. Dit is een paar keer goed. En dat zit hier bij elkaar. En nu zitten ze ook weer heel strak, want denken om alle collega's op de grond staan en met kritische ogen te kijken of het overal strak is. En het ziet er geweldig goed uit. Het ziet er netjes uit. Maar we hebben nog een special. Dus denk nu niet, dames en heren, dat het helemaal voorbij is. Geniet nog even van de F-16's die weggaan. De Apaches zullen nog afscheid van u nemen. Maar blijf staan, want er gaat nog iets speciaals gebeuren met de F-16's en met iets anders. Nou, zo is het. Zwaai allemaal naar de Apaches, zwaai naar de Chinooks, want ze zien u en ze leren. Zijn die dozen in de Chinooks, denk je? Of zijn die niet? Het zijn nog niet het medicijn of oude Chinooks. Maar niet minder goed dan hun vijand. Dames en heren, we hebben een nieuwe mooie nieuwe doos en terug iets schermen. Ja, dat klopt. Ja, dames en heren, zoals Bisho zei, zwaai naar ze. Mission Zwijn, bedankt u vandaag ook. Hij zwijnt naar u terug. En dan wacht u nog eventjes op de special. En daarna blijft u nog lekker, want denk erom, we hebben nog een hele middag lang, tot ruim na vijven, hebben we fantastische dingen voor u. Waar onder andere drie grote demo-teams. Fletje Tricolori, Patrouille de Suisse en Patrouille de France vanmiddag. En daartussendoor nog het een en ander aan snoepgoed. En het weer werkt ook mee, hè? Ja, maar dat heeft Jan vanmorgen geregeld, hè? Blauwe lucht. Dames en heren, ik kan u iets verklappen. De F-16's zijn niet omgedraaid om te komen landen, maar vliegen nu rond. Oh,
Vervolgens ziet u de twee Chinooks, nog met de Mercedes-Benz. Die zullen zo meteen achter de bomen verdwijnen naar hun verzamelgebied ter afsluiting van deze airpower demonstratie. En voor de rest is nu even het luchtruim leeg voor u. Het militaire luchttransport op dit moment. En u praat dus steeds over het buitenland, maar in Nederland, wat is nou... Je hebt ook de quick reaction alert. En wat is dat? Nou, buiten die nationale en internationale taken hebben wij nationale taken. Zoals de Cura, wat je aanstipt, is de quick reaction alert. 737, maar niet zomaar een Boeing 737. Aan boord van die Boeing 737 zitten 125 kinderen met een flinke ziekte. Een ziekte waardoor ze voorlopig weinig plezier kunnen hebben. En de Stichting Hoogvliegers zorgt ervoor dat die kinderen een hele bijzondere dag hebben. De stichting maakt dat mogelijk in samenwerking met de Koninklijke Luchtmacht. Wordt gesteund door generaal Schietse. Ze gaan straks weer terug naar Schiphol. Maar nu vliegen ze daar op een uniek moment. Ze kijken door de raampjes. Zij kijken naar u. Zij mogen met die Boeing 737 zomaar mee als een cadeautje. Om hen een dagje feest te geven. Want na de landing, op initial noemen wij dat in vaktermen, over de baan. En dan zullen ze in viertjes... Het vierkisten bij elkaar, na elkaar, uitbreken naar rechts, om zo een landing in te zetten. Ja, die uitbraak naar rechts, dat is nodig, want je komt binnen in een formatie. De vlucht wordt gemaakt in een formatie. En 1, 2, en zometeen 3 en 4 zullen breken. Precies na een paar seconden, zodat je ruimte creëert om te kunnen gaan landen. Tussen elkaar. Het gebeurt recht boven het veld, op de tijd. De sessies zijn natuurlijk niet leeg. Staan. En mocht het nou fout zijn, mocht de baan geblokkeerd zijn, kunnen ze nog steeds rondgaan en naar Eindhoven vliegen, want dan ligt hij naast de deur. Want veiligheid gaat voor alles, want we nemen geen enkel risico. En hier komt het tweede viertje op de break, zoals we dat noemen. Tak, 6 seconden later komt de volgende en zo in volgorde om te landen. Dames en heren, als u heeft genoten van de Airpower Demo, zwaait u nog eenmaal naar de vliegers, want ze zitten links uit het raam te kijken uit het kantoor. En het laatste tweetje komt nu op de break. De rook staat aan. Kijk nou, nog een laatste eerbetoon. Dank u hartelijk voor de aandacht en aanwezigheid. En geniet verder van deze fantastische dag en het mooie weer, want het gaat niet meer regenen. Nou, hartelijk bedankt, vlieger. Ik zou zeggen tot volgend jaar, hopen we dan maar. F-16, het kan wel gebeuren zoals we dat zo vaak zien met aerodynamic braking. Oftewel, de neus zo lang mogelijk hoog houden, om zoveel mogelijk weerstand te hebben op de baan, om zo min mogelijk te hoeven remmen. En dan als het helemaal niet meer kan, dan zakt dat neusje rustig op de grond. En dan is het klaar voor de heren. Nou ja, klaar is het nooit. Een vlucht is pas over als je stilstaat bij je parkeerplaats. En iedere vlucht bij de militaire luchtvaart en in iedere missie en iedere show wordt er gedebriefd. Wordt er gepraat over wat er gebeurd is. Wordt er gekeken naar wat er verbeterd kan worden. En dan natuurlijk naar de dingen die goed waren. Want veel dingen die waren goed vandaag.
Die omdraait om vermoedelijk naar de Groenste baan. Om te kijken op weg naar Amsterdam, naar Schiphol. Voor gaan we eigenlijk een beetje snel bij die helikopters. Onder helikopters kunnen zakken worden gehangen. Dus in de zwembad is hier of waar dan ook worden gevuld. En die dan kunnen worden geleefd door bosbranden of andere soorten branden. Waardoor de luchtmacht kan bijdragen.